ben Albert Aboikoni. Ik ben verpleegkundige in dienst voor de medische zending op Jumo. En de medische zending is de organisatie die de medische zorg in het binnenland garandeert. De staat heeft het dus toevertrouwd in zijn hand. Het gebied waarin de medische zending werkt is 4 keer zo groot als Nederland. Het is een uitgestrekt gebied en inwonersaantal 40 tot 50.000 mensen. De binnenlandse bevolking bestaat voor 90% uit Bosnegers en voor 10% uit de Indianen. De Bosnegers zijn afstammelingen van de slaven die dus in het oerwoud gevlucht zijn. En de Indianen die zijn dus de inheemse bevolking van Suriname. Hun leefwijze die heeft heel veel gemeenschappelijk met elkaar. In de zin dat ze allemaal van jacht, visserij en een stukje landbouw leven. Ze zijn allemaal bevolkingsgroepen die wat geïsoleerd zijn van de stad. En die hebben zeker de nodige aandacht nodig, vooral wat betreft gezondheidszorg. Verspreid door het hele binnenland zijn er 50 posten. Daarnaast heeft de medische zending de posten die als zodanig zijn dat je mensen kan nemen ter observatie, dus laten we zeggen ziekenhuizen. De posten worden bemand door gezondheidsassistenten. Die zijn in principe de belangrijkste schakels in het gehele medische functioneren in het binnenland. En die worden begeleid en ondersteund vanuit de stad door 5 artsen die regio-managers zijn. De medische zending werkt volgens het systeem van de primary healthcare. En dat betekent dat in de plaats om rustig te blijven wachten totdat iemand ziek is en geneesmiddelen voor te schrijven, begin je alvast de mensen voorlichting te geven over leefwijzen die niet zo goed zijn om die dan te veranderen. Ze krijgen ook voorlichting over allerlei medische problemen, over allerlei ziektes die voorkomen kunnen worden. Ze geven ook voorlichting over voeding, goede hygiëne, goede lichaamshygiëne, goede dorpshygiëne. Een tak van de voorlichting is ook voorlichting tegen seksueel overdraagbare aandoeningen en AIDS. Dat na Daarnaast zijn de gezondheidsassistenten in staat om ook gewoon spreekuur te houden voor mensen die met algemene klachten op de poli komen. Ze zijn ook in staat om partussen te leiden, dus om baringen te leiden. Ze zijn in staat om kiezen te extraheren. Ze zijn in staat om wondjes te hechten. Dus een kapwond, als iemand met een kapwond op de poli komt, dan is zo'n gezondheidsassistent in staat om gewoon hechting aan te brengen dat zo'n wond gehecht is. Dus het pakket van de gezondheidsassistent is echt uitgebreid, het is verbreed. En je merkt dat het werk wat ze doen echt van goede kwaliteit is. Een ander groot onderdeel van de primaire gezondheidszorg, dat is het vaccineren. En daar wordt ook aan gewerkt. Er wordt regelmatig gevaccineerd en de gezondheidsassistenten die geven ook voorlichting aan de jonge moeders. Ze worden gestimuleerd om de kinderen regelmatig op de poli te brengen voor vaccinatie. Het werk wat de gezondheidsassistenten doen, die wordt in nauw contact met de arts uitgevoerd. Hij kan de arts
via de radio oproepen, dus radiocontact maken. En dan alles vertellen wat hij aan de patiënt heeft gezien. En de arts kan dan advies geven wat hij verder moet doen. En dat kan het ook nog proberen. Dus op dit moment 2 centimeter ontsluiting met vers bloed aan de handschoen. Hoeveel heeft ze gebloed tot nu toe over? Als er een spoedgeval mag zijn, dan is er nog een oplossing. Er wordt contact gemaakt met de stad via de radio. De toestand waarin de patiënt verkeert, geef je door aan de arts. En hij zorgt dan dat er een vliegmachine komt om de patiënt op te halen. Er zijn geen wegen in het gebied. Het vervoer gaat dus hoofdzakelijk via het water en via de lucht. We krijgen regelmatig bevoorrading, dus transportboten met veel lading van gezondheidsassistenten. Ook medicijnen zitten erbij tijdens zo'n ladingtocht. En die gebeurt dan maandelijks uit de stad naar de posten. Dus op die manier is er regelmatig contact met de stad, in de zin van heb je iets nodig, dan kan je dat bestellen, dan krijg je het wel. In de jaren 50 ging het heel goed met de medische zending. Alles was prima. Er was elektriciteit, er was waterleiding. De huizen waren allemaal in kannen en kruiken. Alles was perfect. In de bloeiperiode, in de jaren 70, ging de opleiding tot gezondheidsassistenten van start. Uit de omliggende dorpen zijn er jongeren opgeleid in het ziekenhuis tot gezondheidsassistenten. En die moesten dan het werk overnemen van de artsen die hier gestationeerd waren. Het was een echte bloeiperiode voor de medische zending, totdat de Binnenlandse Oorlog uitbrak. En de medische zending maakte toen een hele zware tijd door. De gezondheidsassistenten die bleven ondanks de moeilijke periode met alle gevaar voor hun leven, bleven ze op hun posten om de medische zorg aan de mensen dus te kunnen garanderen. De medische zending heeft veel schade geleden. Er zijn buitenboordmotoren weggebracht. Er zijn huizen in brand gestoken. Er was niets. Er waren geen medicijnen meer. De aanvoer van medicijnen en andere hulpmiddelen die waren gestopt. Kortom, de hele infrastructuur die met moeite werd opgebouwd, die werd dus zeg maar kapot geslagen. En gelukkig is de burgeroorlog gestopt en alles die begon weer beetjes bij beetjes nieuw leven te krijgen. De gezondheidsassistenten die gebleven zijn, je merkt dat ze nu met heel veel goede moed het werk door blijven doen. En daarnaast merk je dat het hele werk van de medezending weer op gang is gekomen. Er zijn woningen gerenoveerd. De woningen die platgebrand werden, die zijn weer opgezet. Polyklinieken zijn aan het renoveren. De infrastructuur, de logistieke dienst, die begint weer heel goed te functioneren. Er zijn boten aangeschaft, buitenbootmotoren aangeschaft, om medicijnen te transporteren en andere lading te transporteren. Er is ook een nieuwe
opleiding tot gezondheidsassistent die is weer begonnen. In de tijd werd de opleiding hier in het binnenland verzorgd. Nu wordt het in de stad verzorgd. Maar het zijn toch wel plaatselijke mensen die die opleiding volgen. En als ze klaar zijn, als ze geslaagd zijn, dan komen ze terug in het binnenland om de gezondheidszorg hier verder te helpen uitvoeren. Op zich is het een goede zaak, want je begrijpt je eigen mensen beter. En dan denk ik dat het ook makkelijker is om op die manier het werk te doen. Een duidelijke te merken positieve vooruitgang is de manier hoe de bevolking reageert op de primary healthcare gedachte. En dat is heel goed, want dat is ook een onderdeel van het beleid van de medezending om in heel nauw contact met de kapiteins en de basjas. Dat zijn dus gezagdragers in de dorpen van de binnenlandsbewoners, het gezondheidszorg invulling te laten krijgen. Waarom ik voor de medezending werk is, ik ben zelf hier opgegroeid en in de jaren door, voordat ik naar de stad ben gegaan om daarmee opleiding te volgen, heb ik gezien dat het werk wat anderen voor ons hebben gedaan, en met ons bedoel ik binnenlandse bewoners, dat het niet makkelijk is. Er zijn mensen helemaal uit Europa hier gekomen om jaren hier te wonen, te midden van andere mensen. Ze hebben hun familie achtergelaten en ze komen hier en de gezondheidszorg wordt dan bij de mensen gebracht. En dan ben ik van mening dat als jij ook zo ver bent dat je de mensen ook kunnen helpen, dat jij ook je medewerking moet verlenen, dat jij ook je bijdrage moet geven. En daarom ben ik hier en ik zal nog een paar jaren blijven. Dat is ook de primary healthcare gedachte waarmee de medezending bezig is uit te werken. Dat de mensen meer benaderd en meer betrokken worden in gezondheidsactiviteiten die in hun gebied ontplooid zullen worden.